Van harte welkom allemaal bij deze gratis live sessie waarin ik het eerste half uur vragen van jullie beantwoord en het tweede half uur een meditatie doe. Nou, laat even weten of je er bent. Ik zal zelf ook weer even een opmerking typen, want dat moet ik altijd eerst doen voordat ik jullie kan zien. Dus ik zet even hallo in de chat. En dan wacht ik even totdat mensen binnenkomen. Ja, ik zie dat er al mensen binnenkomen. Van harte welkom. Ik wacht nog even, het is bijna 8 uur. In die tussentijd stel ik mezelf even voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Sabine Hess en ik ben spiritueel trainer en life coach en expert in de wet van aantrekkingskracht. Ik heb mijn bestseller geschreven. Anders denken, anders voelen, anders doen. En bij dat boek hoort ook een hele leuke kaartenset. In die kaartenset, die zit in een doos met een mooi boek erbij. En 56 kaarten met de best gelezen Kiba-momenten van de afgelopen jaren. En ik doe deze sessies omdat ik heel graag in contact met jullie kom. Door de hele corona-situatie. Zetten heel veel mensen hun leven on hold. Soms kan dat ook niet anders. Maar ik wil heel graag een boodschap verspreiden dat je heel goed je eigen hart kunt volgen. En je hoeft niet stil te staan. Je kunt jouw stappen blijven zetten, ongeacht de omstandigheden. En dat wil ik jullie heel graag meegeven. En vandaar dat ik op maandag en vrijdag, de hele maand september, deze live sessies hou om jullie vragen te beantwoorden en om gezamenlijke meditatie te doen om samen onze trillingsfrequentie te verhogen. Want hoge trillingen beschermen je altijd voor lage trillingen en hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. Dat is de wet van aantrekkingskracht. Dus heel erg leuk dat jullie kijken. Ik zie dat er al mensen binnenkomen en een reactie achterlaten. Hartstikke leuk. Wenny is er. Henny. Ja, en ik zag nog meer mensen binnenkomen. Zet even in de chat dat je me kunt horen, dat je me kunt zien. Zeg even hallo tegen iedereen. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet of een hartje plaatst. En wie weet kun je het bericht ook delen. Ik weet niet zo goed of dat kan, want dan zien andere mensen ook dat je kijkt. En wie weet kunnen zij dan nog aansluiten. Hoi Jan-Willem. Hoi Cynthia. Hoi Jozefa. Ik weet niet helemaal precies hoe je het uitspreekt. Nou, ik ga straks een kaart trekken uit mijn Kiba kaartenset. En dat wordt het thema voor vanavond. En zet je vragen in de chat, want dan kan ik die beantwoorden. Ik beantwoord ongeveer 3 tot 4 vragen. Ik trek ook een kaartje voor je. En hoi Jenny, ja, we hebben elkaar net nog aan de telefoon gehad. Leuk dat je er bent. Diet is er. Ja, hartstikke leuk. Zet vooral je vragen in de chat. En omdat ik dit al een tijdje doe, zijn de mensen die een vraag hebben gesteld die niet aan bod zijn gekomen. Dus als je al een keer eerder jouw vraag hebt gesteld en ik heb geen tijd gehad om jouw vraag te beantwoorden, zet even in de chat dat je die vraag al eerder hebt gesteld. Dan kan ik jou voorrang gaan geven. Het allerleukst vind ik als je een vraag stelt, omdat ik dan veel gerichter antwoord kan geven. En mijn ervaring is ook dat heel veel vragen die gesteld worden, die hebben eenzelfde soort rode draad, een soort ondertoon. En als ik één iemand zijn vraag beantwoord, dan merk ik dat eigenlijk heel veel vragen van anderen tegelijkertijd ook beantwoord worden. Dus stel vooral je vragen in de chat. Je kunt vragen stellen van, wat is mijn volgende stap in mijn leven? Hoe los ik mijn blokkades op? Ik loop hier tegenaan, wat kan ik het beste doen? Of wat is de diepere oorzaak van waar ik nu lig? Of waar ik nu zit, moet ik eigenlijk zeggen. Of ik sta op een kruispunt in mijn leven. Wat zou mijn volgende stap kunnen zijn? Of hoe volg ik meer mijn hart? Of hoe luister ik beter naar mijn intuïtie? Hoi Aukje, ja leuk. Nou, er komen al heel veel mensen binnen. Hartstikke leuk. We gaan gewoon lekker beginnen. En je mag nu al je vragen in de chat gaan zetten. En dan kan ik straks, als ik de kaart heb getrokken en daar een korte uitleg over heb gegeven,
kan ik kijken welke vragen er zijn. En kan ik beginnen met het beantwoorden van de vragen en het trekken van een kaart voor je. Nou, hartstikke leuk dat er weer zoveel mensen binnenkomen. De kaart voor vanavond. Ik trek altijd de kaart in het moment zelf, omdat ik heel graag wil aansluiten op de energie die er nu is. Een boodschap voor iedereen die kijkt en iedereen die nog gaat kijken. Want tijd en ruimte bestaan niet. Welke kaart heb ik getrokken? Er is deze kaart. Ik zal hem niet te dicht bij de camera doen, want dan moet u zich weer opnieuw scherp stellen. Het is Kiba moment nummer 11. En ja, het is een hele leuke kaart, vind ik zelf. De tekst is: fouten geven je de mogelijkheid iets te leren. En de vraag die erbij hoort is: van welke fout heb jij het meest geleerd? En dit is een van de dingen die ik ook altijd terug laat keren in mijn jaartrainingen. Want we zijn heel vaak bang om fouten te maken. We zijn bang om te falen. En dat verkramp je, want daardoor stopt je creativiteit. Daardoor stopt je vrijheid om dingen onbevangen te doen. Er is ook een heel mooi verhaal wat ik dan altijd vertel. Is als jij kinderen hebt en jouw kinderen leren lopen, dan vallen ze natuurlijk heel vaak. Maar als ouder vraag je je niet af of ze gaan lopen, maar wanneer. En als je kindje valt, dan sta je met open armen van, nou, probeer het nog een keer. En je helpt ze overeind en je moedigt ze aan om het te blijven proberen. Want vallen is een onderdeel van het leerproces. Je weet zeker dat je kind gaat lopen. En wanneer is in ons leven vallen, falen geworden? Wat dat betreft kunnen we heel veel leren van kinderen die vallen zo vaak. En dan doen ze zich heel erg zeer. Dan moeten ze heel erg huilen. Maar als ze dan getroost zijn, dan stappen ze weer op de fiets. En dan stappen ze weer op het skateboard. En dus kinderen die doen dat op een hele mooie manier. En zo zou ook heel mooi zijn als je zo naar je eigen fouten kan kijken. Dat het stappen zijn in jouw leerproces. Vaak is het zo dat je juist van je fouten het meeste leert. En daartoe wil ik je dan vanavond ook uitnodigen. Durf fouten te maken. Durf te falen. Je hoeft niet perfectionistisch te zijn. Zie elke fout als een stap in jouw leerproces. En wees daarin ook mild, dus geef jezelf niet op je kop door te zeggen, zie je nou wel, ik kan het niet. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat als jij echt ergens expert in wilt worden, dat dat onafhankelijk is van talent en dat je 10.000 uur nodig hebt om jezelf expert te kunnen noemen. En 10.000 uur is, wat was het nou, ik geloof 20 uur in de week, 10 jaar lang. Dus kun je nagaan dat het gaat echt om herhalen, herhalen, herhalen. Als jij een beroemde pianist wilt worden, zul je ook heel veel moeten oefenen. En dat is de sleutel. Het gaat niet om het fouten maken, het gaat om het leerproces. En juist door fouten te maken, ontdek je ook hoe het beter kan. Dus zie fouten als de mogelijkheid om iets te leren. Een fout is dan ook nooit voor niets geweest. Als jij de les eruit haalt, is hij niet voor niets geweest. En natuurlijk kan een fout ontzettend stom voelen. Je kan je schuldig voelen, je kan je schamen. Maar ja, veroordeel jezelf er niet om. Als je een fout hebt gemaakt die een ander schaadt, zeg een oprecht sorry. Heb oog voor de pijn of het verdriet wat je de ander hebt aangedaan. Maar troost elkaar en ga weer verder. He, zie het allemaal als mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen. Nou, hele mooie kaart. En dit wordt de onderwerp van de meditatie. Ik zal ondertussen even kijken of er ook al vragen binnen zijn gekomen. Stel je vragen in de chat. Even kijken hoor. Ik zie. Ja, en ook wat ik net ook zei.
Als je al eerder hebt gekeken en jouw vraag is niet aan bod gekomen, zet even in de chat dat je hem al eerder hebt gesteld en dan kan ik jou voorrang geven. Want normaal doe ik het een beetje van boven naar beneden. En weet ook dat al je vragen resoneren met altijd iemand anders in de groep. Het is nou ook al een paar keer gebeurd dat mensen ook echt zeggen, oh ja, dat antwoord, daar heb ik ook wat aan. En dat is ook het leuke van deze avonden. Nou Jacqueline, ik ga met jou beginnen. Waarom schaam ik mij als ik mij voor mijn gevoel onvolwassen gedraag? Ik neem aan dat je dat bedoelt. Ja, Jacqueline. Ja, ik moet hier een beetje om lachen, want dit heeft ook heel erg te maken met de meningen van buitenaf. Het heeft juist ook wel iets heel creatiefs. En onvolwassen, dat is een negatieve benaming voor speels, voor creatief, voor onverwacht. Eigenlijk zijn dat de woorden die het beste bij me opkomen. Dus eigenlijk ben je niet onvolwassen, je bent speels, creatief en waarschijnlijk out of the box. Dus je doet iets wat anderen niet verwachten. Je durft ook iets te doen wat buiten de gebaande paden valt. En ik denk, de schaamte die komt waarschijnlijk omdat anderen dat dan van jou vinden. En misschien is dat vroeger ook wel tegen jou gezegd, dat je wat serieuzer moest zijn, wat volwassener moest zijn. Maar eigenlijk gaat dat ten koste van jouw creativiteit, Jacqueline. Dus de schaamte komt door de algemene normen en waarden. En ik heb het gevoel dat het jou ook in je vrijheid beperkt. Maar laat nog maar even in de chat weten of dat zo is. En dan ga ik ook een kaartje voor je trekken. En die is heel mooi, Jacqueline. Het is kaart Kiba moment nummer 55. En hij zegt, en dat sluit heel erg mooi aan op wat ik net tegen je zei. Neem je plek in, want dat is de enige plek die echt bij je past. En misschien is het wel jouw plek om bestaande patronen te doorbreken. Om creatief te zijn, om out of the box te zijn, om wat vrolijkheid en speelsheid in de wereld te brengen. En dat is echt iets anders dan onvolwassen. Dat is eigenlijk de mening van de ander over jouw gedrag. En dus neem je plek en ga je niet meer aanpassen aan de ander. Als de ander het onvolwassen vindt, dan is het eigenlijk het probleem van de ander. Zolang jij met jouw gedrag het niet iemand anders schaadt. Ja, want onvolwassen kan natuurlijk ook onverantwoordelijk zijn. Maar ergens voel ik dat niet zo bij jou, Jacqueline. Volgens mij is het niet onverantwoordelijk of te veel risico's nemen. Ja, misschien wel risico's durven nemen, maar misschien niet roekeloos. En natuurlijk, het gevaar van speelsheid, creatief, vrij, is natuurlijk wel en gaat wel richting roekeloos en onverantwoordelijk. Maar dat is dan je valkuil. Hè? Dus het kan wel gebeuren, maar ik denk dat jij heel goed weet wat het onderscheid is. Dus neem je plek in, Jacqueline. Durf te zijn wie jij bent. Durf creatief te zijn. Durf speels te zijn. Durf het anders te doen dan anderen. Durf met oude gewoonten te breken. Want daarin ben jij juist ook een voorbeeld voor anderen die juist vastzitten in hun eigen patronen. Nou Jacqueline, ik hoor wel of je hier wat mee kunt. Oh ja, even kijken. Ik ga even verder welke vragen er nog meer zijn. Ja, zegt Jacqueline, het beperkt mij zeker. Ja, absoluut. Nou fijn, dan heb ik dat wel goed ingeschat. Ja Jacqueline, ja dank, zegt Jacqueline. Heel mooi wat je mij meegeeft. Ja super, ja graag gedaan. Ja, dat maakt deze avonden zo ontzettend leuk. Want ik vind het zo leuk om mijn kennis met jullie te delen. En ja, jullie een stap verder te helpen. Zodat je je hart volgt, je blokkades oplost. Stop met oordelen. Want het is echt mijn ervaring dat niet oordelen je vrij maakt om te zijn wie je bent. En we worden door aan alle kanten zo in hokjes gestopt. In oude patronen. En
We leven juist nu in een tijd dat er hele nieuwe dingen van ons worden gevraagd. En we kunnen niet meer terug naar het oude normaal. En het nieuwe normaal wat de regering nu neerzet, daar voelen de meeste mensen zich ook niet prettig bij. Dus het vraagt ook om creativiteit en juist ook om je eigen hart te volgen, je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je pad te lopen. Nou, dat is de reden waarom ik deze avond dan ook geef. Klaske, ik ga verder met jou. Oh, er komt nog een Sunita, komt nog met een heel verhaal. Even kijken hoor, dat doe ik straks even. Eerst even Klaske. Hoe kun je voorkomen dat andere mensen jouw energie gebruiken en dat ik meer bij mezelf kan blijven? Ja, Klaske, dit is een mooie vraag. Dit is een vraag die heel veel hooggevoelige mensen stellen. Ik ga ervan uit dat jij ook hooggevoelig bent. Ik ben zelf ook hooggevoelig, Klaske. En vroeger had ik daar dus ook last van al die invloeden van andere mensen. En de eerste manier is om te onderscheiden wat is van mij en wat is van de ander. En vooral je af te blijven stemmen op jezelf. Want wat je vaak doet, is dat je meegaat in de emoties en de ontwikkelingen om je heen. En het gaat er juist om dat jij gecentreerd blijft. En dat doe je door meditatie, door echt contact te hebben met wie jij werkelijk bent. Contact te hebben met je intuïtie. Contact te hebben met je hart. En jouw licht te laten stralen. En zoals ik aan het begin ook zei, hoge trillingen beschermen altijd tegen lage trillingen. Dus als jij zorgt dat jij in een hoge trillingsfrequentie zit, dan kun je automatisch beter tegen de energie van anderen die vaak op een lagere trilling zit. Dus het is ook heel veel zelfwerk, om het zo maar te zeggen. En nou, hoe zorg je voor een hoge trillingsfrequentie? Nou, wat ik doe is veel in de natuur zijn, prayers doen en meditatie. Ik mediteer veel en nou, eigenlijk sinds het begin van de corona en nog steeds doe ik het 2 keer per dag. 'S Ochtends voordat ik opsta en ik blijf gewoon in mijn bed liggen. En 's avonds ook in mijn bed. Ik hoef niet altijd in meditatiehouding te zitten. Je kan ook prima liggen en nou, je afstemmen op de bron, op jezelf, op de aarde. Ik heb een heel mooi meditatiejaarprogramma die helemaal speciaal hiervoor is ontwikkeld. Om je trillingsfrequentie te verhogen en om korte meditaties te doen. Want je hoeft niet altijd lang te mediteren. De meditaties in mijn jaarprogramma die zijn maar 7 minuten. Maar je kunt zelfs, want je bent natuurlijk gedurende de dag door, ik ook, raak ik wel uit mijn centrum. En het gaat er niet om dat je eruit gaat, het gaat erom dat je weer terugkomt. Dus ik doe dat heel vaak als ik voel dat ik eruit ben en ik kom er weer in. En omdat het voor mij een gewoonte is geworden, gaat dat heel snel. En die 7 minuten meditatie, die gaan jou daar ook echt bij helpen. Je krijgt 52 meditaties voor elke week 1. En je hebt eigenlijk altijd ook 1 die bij jou past op dat moment. En het gaat je echt helpen om je trillingsfrequentie te verhogen. En minder afhankelijk te worden van anderen en de omstandigheden. En ik heb nu ook dat meditatiejaarprogramma voor 60% korting. Normaal betaal je 197 en nu maar 75. En de link staat ook bij dit bericht. Omdat ik echt gewoon hoop dat heel veel mensen hier gebruik van maken. Want het gaat je echt helpen. Nou, Klaske, ik ga nog een kaart voor jou trekken. Wat jou hier ook bij kan helpen. Nou, dit zijn al heel veel tips die ook voor andere hooggevoelige mensen gelden. Maar ik trek nog even een kaartje specifiek voor jou, Klaske. En de kaart is deze. Die past daar wel heel erg mooi bij. Het is Kiba moment nummer 26. Van jezelf houden is de sleutel tot geluk, vreugde, vrede en overvloed. En daar zou je dus ook mee kunnen beginnen, Klaske. Door jezelf de moeite waard te vinden. Door van jezelf te houden. Want daarmee verhoog je automatisch je trillingsfrequentie. En heb compassie met jezelf. Ook met anderen. Maar ook als jij dan weer wordt meegesleurd met de energie van anderen.
Hou van jezelf. Heb compassie met jezelf als je dat weer een keertje doet. En ja, stem je af. Dat is misschien ook wel mooi. Stem je af als jij meegezogen wordt op je eigen geluk, op je eigen vreugde, op je eigen vrede en op je eigen overvloed. Want dan ben je onmiddellijk weer in je centrum. Dus dat wil ik jou dan nog graag meegeven, Klaske. En dit geldt ook, ja, nogmaals weer voor iedereen. Ik ga even scrollen om te kijken of er mensen zijn die... Oh, dat is wel een leuke vraag even tussendoor. Hoe gebruik je het beste de prayers? Nou, ik heb het... dan moet ik even uit beeld. Ik pak even mijn boek. Zo, daar ben ik weer. Hoe gebruik je de prayer? Ik gebruik zelf Instant Healing van Susan Shumsky. Hij is ook in het Nederlands vertaald. Zelf vind ik de Engelse teksten prettiger. Die komen bij mij veel dieper binnen. Maar hij is dus ook in een Nederlandse vertaling die je ook heel goed kunt gebruiken. En wat je doet is dan stel je een vraag en dan sla je het boek open. En de prayer die dan tevoorschijn komt, die kun je dan het liefst hardop voorlezen. En het liefst ook een paar keer, zodat het echt bij je binnenkomt en dat je echt afstemt op je hogere zelf. En wat ik zelf ook altijd doe, voordat ik met de prayer begin, want de prayers gaan wel heel erg over het contact met de bron en je hogere zelf. Maar je bent natuurlijk ook op aarde. Dus ik veranker mij altijd eerst even. Ja, dat gaat bij mij echt in een... Als ik eraan denk, dan is het taal. Ik visualiseer een vortex, een gouden straal van de bron, hogere zelf, naar mijn hart en heel diep de aarde in. Zodat je altijd helemaal verbonden bent en in zo'n buis met licht zit. En dan doe ik de prayers. En de meditaties uit het jaarprogramma, die helpen je hierbij. Die beginnen altijd met die afstemming van de bron, je hart en de aarde. En dan volgt het thema, volgt een onderwerp. Net zoals we ook in deze meditaties doen. Dus zo gebruik je de prayers. Even kijken. Ik ga even kijken of er mensen zijn. Oh kijk, leuk, zegt Jozefa, denk ik. Dat je je heel erg herkent in Klaske. Ja. Ja, leuk Kitty. Hè? Vanmiddag nog ervaren door meditatie weer bij mezelf gekomen. Leuk dat je dat deelt, Kitty. Ja. Even kijken hoor. Ja, leuk. Nou, ik ga even weer omhoog, want er zijn geen mensen die voor de tweede keer de vraag stellen. Wat ook heel erg leuk is, soms reageer ik ook nog wel eens in de chat. Dat vaak op het moment dat je de vraag stelt, dan komt het antwoord naar je toe. En dat is ook echt de kracht van vragen stellen. De vragen zetten de poort naar je intuïtie wijd open. En zodra je de vraag stelt, dan kan het antwoord ook naar je toe komen. Dus leer jezelf ook vragen te stellen. En dat vind ik ook echt het leuke van mijn kaartenset. Dat het je ook helpt om te leren vragen stellen. Want vaak hebben we allemaal van die piekengedachten. En draaien we allemaal in kringetjes rond. Maar door jezelf gerichte vragen te stellen, kom je daar weer uit. Even kijken. Ik ga even naar Cynthia. Ik heb weerstand tegen mijzelf zichtbaar maken ten behoeve van mijn praktijk. Mooi, hoe kan ik dit loslaten? Ja, Cynthia, dat is een hele mooie vraag. Die ik ook heel vaak tegenkom bij startende ondernemers. Vaak ook vrouwelijke ondernemers. En het is ook best heel spannend om je zichtbaar te maken. En ik ben zelf heel veel aanwezig op social media. Nou, zoals dit soort dingen geef ik ook. Ik geef trainingen. En dan lijkt het alsof ik geen moeite heb met zichtbaar zijn. En dat is voor een deel waar. En die val geven, Cynthia. Wat mij heel erg helpt, is dat ik mijn kennis voorop stel.
Dus wat ik doe is, ik zie mijzelf als een kanaal voor mijn kennis. En ik ben ook, als ik dit soort dingen doe, ben ik ook altijd verbonden met de bron, met mijn hogere zelf. Dus ik laat echt alle informatie binnenkomen en die deel ik dan. Dus ik zet mezelf niet op de voorgrond, ik zet mijn kennis op de voorgrond. Ik heb ook een tijd gehad dat ik mezelf meer op de voorgrond heb gezet. Dat is een paar jaar geleden is dat geweest. Toen wilde ik graag met mijn... Ja, ik wil heel graag kennis delen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste wat ik wil doen. Mensen echt een stap verder helpen. En toen ben ik weer in contact gekomen met business coaches. Met de marketing van nu. En daar gaat het allemaal over. Het podium pakken, zichtbaar zijn, expertstatus neerzetten. En dat is natuurlijk allemaal wel waar. Maar ik merkte dat op het moment dat ik op de voorgrond moet treden, dat ik me daar ook ongemakkelijk bij voel. En ik heb het een paar jaar geprobeerd. Maar ik kan mijn draai daar gewoon niet in vinden. En wat ik eerst altijd deed, ik heb mijn bedrijf natuurlijk al 15 jaar. De eerste 10 jaar deed ik het heel erg vanuit kennis delen. En de kennis stond op de voorgrond. Mijn rol als trainer staat op de voorgrond, maar niet Sabine. En ik merk dat als ik Sabine op de voorgrond stel, dat ik mij er helemaal niet zo prettig bij vind voelen. Ook omdat ik dat minder belangrijk vind. Sabine is natuurlijk wel belangrijk, hè, want ik ben natuurlijk naast coach en trainer ook moeder, ondernemer, partner, vriendin. Hè, dus Sabine is wel belangrijk, maar in mijn bedrijf als trainer en coach staat mijn kennis centraal. En ik wil juist zo graag mijn kennis delen. En ik wil juist heel graag dat mijn kennis zichtbaar is. Dus Cynthia, misschien helpt jou dat je je aandacht niet op jezelf zet, maar juist op de boodschap die jij zo graag in de wereld wilt zetten. Als jij een eigen praktijk hebt, dan heb jij een missie, dan heb jij een passie, dan wil je zo graag iets met de wereld delen en stel het delen centraal. En natuurlijk hoor jij daarbij, absoluut, maar ik hoop dat het voor jou makkelijker is om dat wat jij te delen hebt, als je dat op de voorgrond zet. Voor mij werkt dat veel beter dan mezelf op de voorgrond zetten. En een ander die ziet het verschil niet. Een ander denkt van, oh, wat ben je zichtbaar en wat durf je dat allemaal goed. Een ander, ja, want je bent natuurlijk wel degene die het vertelt. Maar ja, het helpt je heel erg om je kennis en je passie en je missie centraal te stellen. En natuurlijk ben jij het die het doet, maar... Nou, voel maar, Cynthia, of dat voor jou gemakkelijker is. En dan trek ik voor jou ook een kaartje. Wat jou specifiek nog hierbij helpt. ik vind het altijd weer zo mooi hoe die kaartjes dan op precies het goede moment komen, Cynthia. Ik heb Kiba moment nummer 3. Jij bent degene die betekenis aan je leven geeft. Het is niet andersom. Nou, dat sluit zo mooi aan op mijn verhaal. Hoe ga jij betekenis geven aan jouw missie, aan jouw passie, aan jouw praktijk? En jij geeft daar betekenis aan. En het is niet andersom. Dus ga echt contact maken met wat jij in de wereld wilt zetten. Hoe wil jij van betekenis zijn? Hè? Hoe wil jij met jouw praktijk van betekenis zijn voor de mensen om je heen? En ga dat delen. Nou, hartstikke. Ik zie af en toe wel leuke dingetjes in beeld komen. Dat mensen het een mooie uitleg vinden. Dus dank je wel voor de vraag, Cynthia. Want ik weet zeker dat ik hier veel meer mensen mee heb geholpen. Het is echt een verschil. Het is echt op een andere manier jezelf presenteren. Oké. Ik ga nog één vraag doen. Dat vind ik toch, eigenlijk vind ik die vragen beantwoorden het allerleukste. Dana. Leuk. Diana is het toch? Oh, nou ja, toch? Nou, dan ben ik even in de war. Ik ben tijdens en na de NLP meer aan mezelf gaan denken. Dat voelde goed. Ik ben hierdoor wat meer een huismus geworden in plaats van bij iedereen langs te gaan. Het nam mij te veel energie.
Ik kwam. Even kijken. Ik kwam hierdoor min of meer tot rust. Sommigen vragen waarom ik niet meer regelmatig kom en of alles goed is. Hierdoor heb ik weer het gevoel dat ik me moet verantwoorden en waarom ik dat niet doe. Dat vind ik lastig. Ja, Diana, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat ik dat in de opleiding ook wel eens heb gezegd. Als jij altijd in de. Ik neem even een pan met soep. Als jij altijd rechtsom roert, dan gaat de hele omgeving gaat mee. Jij hebt altijd voor iedereen klaargestaan. Iedereen kon altijd bij jou terecht. En je hield dan te weinig rekening met jezelf. Door de opleiding bij mij heb jij die lepel stilgezet in de soep. En ben jij een andere kant op gaan draaien. Ben je meer voor jezelf gaan opkomen. En doe je veel meer nu wat eerst goed is voor jou. En dan pas sta je klaar voor de ander. Maar ja, je snapt wel, als die lepel stilstaat en die roert de andere kant op, dan heb je in het begin alleen maar chaos. Dus volhouden, Diana, want op het moment als jij die andere kant op blijft roeren, dan zie je dat de omgeving ook weer met jou meegaat. En de mensen die van jou houden om wie jij bent, die zullen blijven. Die zullen jouw keuzes respecteren. De mensen die alleen maar met je omgingen omdat ze wat bij jou wilden halen, die gaan weg. En dat is heel spannend, maar eigenlijk is dat toch niet erg. Misschien verlies je daardoor mensen die je toch dierbaar zijn. Maar als zij alleen maar bij jou zijn omdat zij wat bij jou konden halen. En je geeft dat niet meer, je stopt met dat stukje geven. En zij gaan dan bij jou weg. Ja, dan passen ze gewoon niet meer bij de Diana die jij nu bent. En dat is een lastige en moeilijke fase, dat weet ik. Dat is niet makkelijk. En je verliest daardoor mensen die belangrijk voor je zijn geweest. Maar je kunt ze ook bedanken dat zij voor een tijdje belangrijk in je leven zijn geweest. Maar laat je niet verleiden tot je oude gedrag. Het is echt heel erg belangrijk om vol te houden. Dus hou vol, Diana. En misschien weet je ook dat ik een verdieping geef op de jaartraining. Heal, Reveal and Express Yourself. Het is een 12-daagse training waarbij ik echt intuïtief en holistisch opstellingen ga doen. Dus je leert dan heel goed hoe je het grotere geheel ziet. Waar blokkades vandaan komen. Maar vooral ook hoe je ze oplost. En hoe jouw levensenergie weer gaat stromen. En hoe je jouw potentieel ontdekt en dat gaat leren. En misschien is het fijn om de vervolgtraining te doen. Veel werkgevers vergoeden die ook. En dan helpt het jou ook weer om niet in je oude patronen terug te vallen. Want ja, daar heb je ook wel moed en standvastigheid voor nodig. En alleen is dat soms ook best wel lastig. Maar hou vol. Dat is in ieder geval heel erg belangrijk, Diana. En ik ga ook een kaartje voor jou trekken, wat jou kan helpen om vol te houden. Dus ik trek een kaartje voor jou, wat jou helpt om vol te houden. Nou, Diana, ja, dit kan ook weer niet mooier. Dit is Kiba moment nummer 12. Alleen als je goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor een ander zorgen. En dit is zo waar, want vaak denken we dat voor onszelf zorgen egoïstisch is. Maar als jij niet voor jezelf zorgt, dan kost het je energie. En dan raak je uitgeput, je raakt moe. Waardoor je er juist niet voor de ander kan zijn. Dus het is andersom. Juist door goed voor jezelf te zorgen, kun je er beter voor de ander zijn. Dus je kunt ook tegen de mensen die nu vinden dat je te weinig komt, zeggen van ik heb even tijd nodig. Wacht op mij. Ik heb even tijd nodig, wacht op mij. Als ik eraan toe ben, dan kom ik weer langs. En de mensen die echt om jou geven en jouw mening respecteren, Diana, die zullen blijven. En degene die niet willen wachten op jou, die moet je achter je laten. Want die willen alleen maar iets bij jou halen en niet iets komen brengen. Dus Diana, blijf goed voor jezelf zorgen. Dat is echt prioriteit nummer 1. Nou, het is 8:30 geweest. Oh, leuk, Diana. Ja, en als je daar even wat over wil, ik stuur deze week dan nog een mail over uit. Maar als je
Als je nog vragen hebt, dan mag je me ook altijd even bellen. Even kijken. Oh, Wim Hartlief, wat leuk dat jij er ook bent. Wim Hartlief, dat is, die heeft in mijn pand heeft die een hele mooie wand gemaakt. In mijn trainingsruimte. Een prachtige sterrenhemel van het Andromeda-stelsel. En ik krijg dan nog steeds complimenten van Wim. Dat ze dat zo'n mooie muur vinden. Dat is nu 7-8 jaar geleden, denk ik. Dus dat is leuk dat je. Dan wil ik je dan toch leuk dat ik jou hier tegenkom. Want ja, iedereen vindt die muur gewoon echt heel erg mooi. En volgens mij heb je hem nu ook op je achtergrond te staan bij het fotootje. Dat is echt een muur bij mij in de trainingsruimte. Leuk, Wim. En leuk dat je dit nu eventjes met jou kan delen. Even kijken. Ja, Sunita. Ja, dat komt omdat je al vaker een vraag hebt gesteld. Ik ga nog even snel kijken. Want het is natuurlijk ook wel een beetje vervelend als ik zei dat ik jouw vraag zou beantwoorden. Nou, ik doe nog eentje en dan gaan we de meditatie doen. Sunita, ik heb een erg reddend systeem in mij. Nu twee neven met ziekte van Huntington. Sterk achteruit. Heb moeite met gevoelsmatig niet kunnen helpen. Al ben ik er nu voor hun, maar kan ze niet redden. Wat kan ik doen met mijn reddingssysteem? Voel heel veel verdriet. Ja, Sunita. Ik denk dat dit hoe dan ook een goede oefening voor jou is. Dat jij mensen niet kan redden. Dat kunnen ze alleen zelf. En ik begrijp hieruit dat ze ook stervende zijn. Dus ja, wat is dan redden? In ieder geval is hun leven in die zin niet meer te redden. Maar hun ziel kan natuurlijk altijd gered worden. En wat het allerbelangrijkste is, Sunita, is dat je er bent. En hoe meer jij wil redden, hoe ongemakkelijker zij zich waarschijnlijk gaan voelen. Want zij kunnen niet meer gered worden. Het enige wat je kunt doen, is er onvoorwaardelijk voor ze zijn. En zelf accepteren dat je ze niet kunt redden. Dus het gaat heel erg om de beperkingen van jezelf aanvaarden, omarmen en accepteren. Wat minder hard werken. En stel jezelf ook eens de vraag. Waar in je jeugd jij die reddersrol op je hebt genomen. En misschien is het zelfs wel een patroon wat nog veel verder teruggaat in je familie. En dat je allemaal bestaat uit redders. En misschien is er ergens in jouw familie ook wel iets heel erg misgegaan. Waardoor je nu het gevoel hebt dat het in balans moet zijn. Het is een te veelomvattende vraag, Sunita, om hier te beantwoorden, voel ik. Wat hier heel erg bij helpt, is een opstelling. En omdat je in een opstelling kan je dit stuk helen. En ik heb net een opstelling en 2 dagen achter de rug. Ik weet niet zo goed wanneer ik weer eentje geef. Wel dit jaar nog. En er is ook altijd een 1-op-1 opstelling mogelijk. Bij mij in Zuid-Laren. Maar ik doe ze ook online. Dat werkt ook heel goed. Dan zet ik de webcam op mijn tafel. En dan werk ik met houten figuurtjes. Dus ik denk dat een opstelling voor jou heel erg goed zou werken. En de kaart die ik trek, en ik moet er even over nadenken. Er is een groot verschil tussen kritiek en feedback. En feedback is altijd opbouwend. Dat is iets waar jij van groeit en ontwikkelt. En kritiek maak je altijd kleiner. En het is wel zo, Sunita, als ik het even terugkijk. Als jij altijd de reddersrol op je neemt, maak jij anderen tot slachtoffer. En dat is, ja, dan blijf je ook in een loop zitten. Met als gevolg, degene die in de slachtofferrol wordt geduwd, die wil ook altijd niet gered worden. En het kan ook tegen je gaan werken, dat omdat jij altijd
de redder bent en het lukt niet, want het slachtoffer blijft slachtoffer, dat je dan ook nog eens kritiek daarover krijgt. En het gaat over feedback. Zie de hele situatie, misschien moet ik het daar even op gooien. Zie deze hele situatie als feedback. Zie het als een mogelijkheid om te leren je reddersrol af te gooien. En, want als je ze wil redden, doe je het vooral omdat jij er verdriet van hebt, omdat jij ze niet wil verliezen. Dus dan gaat het eigenlijk over jezelf. En als je er onvoorwaardelijk voor ze kunt zijn, in welk stadium van hun ziekte ze ook zijn, en ze ook durft te laten gaan, je durft los te laten, dan ga jij ontzettend groeien en ontwikkelen. Dus ik denk dat deze kaart heel erg gaat. Hè, het gaat over feedback en spiritueel en persoonlijk groeien en ontwikkelen. Dus ga juist in deze periode na. Hoe maakt het me beter? Hoe sterkt het me? Hoe kan ik hier persoonlijk en spiritueel van groeien? En dan sta je er heel anders in. En het doet niets af aan het verdriet. Want als je mensen hebt die heel hard achteruit gaan, dat doet nou eenmaal verdriet. En omarm dat verdriet, want dat mag er zijn. Oké. Okay. Ik ga even zien hoor. Ja, leuk. Ja, nou, ik zie allemaal mooie reacties in de chat. Dank je wel. We gaan beginnen met de meditatie. Het thema voor vanavond was, ik zal deze kant even laten zien. Kiba moment nummer 11. Fouten geven je de mogelijkheid iets te leren. En de vraag die erbij hoort is, van welke fout heb jij het meest geleerd? En dat wordt het onderwerp van de meditatie. Dus ga lekker zitten of liggen. En maak het jezelf maar helemaal comfortabel. En voel je lichaam in de ruimte waarin jij je nu bevindt. En hoor de geluiden om je heen. Bij jou of bij mij. En al die geluiden mogen er helemaal zijn. Ze hoeven niet weg. Want in het dagelijks leven is er ook genoeg lawaai en chaos om je heen. En het gaat er niet om dat dat er niet mag zijn. Het gaat erom dat jij bij je eigen kern blijft, ongeacht de omstandigheden. En dat doe je door je aandacht op jouw manier wat naar binnen te keren. En aandacht te geven aan je ademhaling. Dat is altijd de sleutel om bij jezelf te komen. Aandacht geven aan je ademhaling. En zucht maar even diep, adem diep in. En zucht maar even alles eruit. En dat kan je in je dagelijks leven heel goed toepassen. Even diep inademen. En gewoon zuchten. Dan voel je al hoe je lichaam zich wat meer ontspant. En adem nog maar een keer in. En laat je ademhaling gaan. En ontspan je lichaam nog wat dieper, nog wat meer.
En bij de volgende inademing adem je helemaal naar je voeten toe. En bij de uitademing ontspan je je voeten nog wat meer. Laat ze rusten op de aarde, op de vloer. Bij de volgende inademing adem je helemaal door je benen heen. En bij de uitademing ontspan je je benen nog wat meer. Laat ze nog wat zwaarder worden. Ontspan ook je billen en je bekkenbodem. Bij de volgende inademing vul je je hele bovenlichaam met adem, met levensenergie. En bij de uitademing ontspan je je bovenlichaam nog wat meer. Laat je schouders nog wat meer hangen. Laat je armen en je handen nog maar wat zwaarder worden. Ontspan ook je nek, je hals, je keel. Ontspan de spiertjes in je gezicht. Laat je kaken los. En voel dan weer je hele lichaam. Bij de volgende uitademing ontspan je je lichaam nog wat meer. Misschien wel meer dan je normaal gewend bent. Helemaal ontspannen. En maak contact met je hart. En adem in door je hart en uit door je hart. Doe dat met je intentie in je verbeelding. Alsof je inadem door je hart en uitadem door je hart. En vanuit je hart ontspringt een spiraal van dit gouden licht. Die gaat naar beneden. Naar beneden, naar beneden. De aarde in en nog verder naar beneden, naar beneden. Helemaal door naar het hart van Moeder Aarde. Voel je verbonden met de aarde. En die spiraal van wit gouden licht gaat vanuit je hart ook omhoog en omhoog en omhoog en nog verder omhoog. In contact met je hogere zelf en nog verder omhoog. Het universum in. Helemaal naar de bron. De bron van onvoorwaardelijke liefde en levenskracht, levensenergie.
En deze spiraal van licht verhoogt jouw trillingsfrequentie. En laat al je cellen in je lichaam zich vullen met dit wit-gouden licht dat in jou, door jou en om jou heen stroomt. Voel alsof jij in een buis van licht aanwezig bent. Jij zit of ligt in die buis van licht. Adem in door je hart. En adem uit door je hart. En ga met je gedachten terug naar je verleden. Zie de gebeurtenissen in het verleden als een soort levenslijn waar jij boven zweeft, boven loopt. En die levenslijn gaat helemaal terug naar het moment van conceptie. En kijk met liefde en compassie naar jouw leven, naar jouw geschiedenis. En kijk ook naar nu, hoe jij er nu bij zit en ligt, in het huidige moment, met jouw hele levensgeschiedenis achter je. Alle gebeurtenissen van liefde en verdriet, woede en plezier, twijfels en euforie, liefde. De mooie momenten, de moeilijke momenten. Alles is aanwezig in jouw geschiedenis. En alles heeft jou gemaakt wat jij nu bent. Jij bent dankzij je verleden wie jij nu bent. Niet ondanks. Nee, dankzij. Met alle mooie en moeilijke momenten die jij hebt ervaren. Dit was jouw levenspad tot nu toe. En put hier kracht uit. Want je hebt alles overleefd. Je staat hier nu met al jouw kennis en ervaring. Adem in door je hart. En adem uit door je hart. En herinner je een moment of kijk op je levenslijn in jouw geschiedenis. Wanneer heb jij een fout gemaakt? Een fout waar jij je misschien nu schuldig over voelt of schaamt?
En kies er één, maakt niet uit welke. Iets wat jij fout hebt gedaan. En herinner je je die gebeurtenis zo levendig mogelijk. Kijk maar naar dat moment in het verleden waarin je die fout hebt begaan. En zie maar weer wat je daar deed en wat je voelde, wat je dacht. Kijk dan maar naar die gebeurtenis waarin jij voor jouw gevoel hebt gefaald. Kijk naar de omgeving, wie of wat daar aanwezig is. En je ziet het weer helemaal voor je. Je ziet wat je deed en voelde en dacht. En je ziet ook het effect van je fout, de gevolgen en de consequenties. En kijk daar met mededogen en compassie naar. Anders had je het niet gedaan. Terwijl je er nu zo van een afstandje naar kijkt. En je kijkt naar de gevolgen en de consequenties van fout. En je kijkt ook naar wie jij nu bent. En terwijl je jouw levensgeschiedenis bekijkt vanaf het moment van die fout naar nu, stel jezelf dan eens de volgende vraag. Wat heb ik hiervan geleerd? Wat overkomt mij nooit meer? En hoe ben ik hier sterker door geworden? Wat heb ik hiervan geleerd? Welke kwaliteiten heb ik hierdoor ontwikkeld? En hoe ben ik hier sterker door geworden? En dit neem je mee vanaf nu naar jouw toekomst. Zie ook maar jouw toekomstlijn voor je. En vul die toekomstlijn met de kwaliteiten en de kracht die je hebt geleerd en hebt meegenomen uit dat moment uit je verleden. En de gebeurtenis laat je in het verleden liggen. En de les, de kracht en de kwaliteiten neem jij mee naar jouw toekomst. En adem die kracht en die kwaliteiten in door je hart en uit door je hart. Adem nog een keer diep in door je hart en uit door je hart. En dan mag je weer rustig terugkomen in het hier en nu. En je mag je wat rekken en strekken en wat uitrekken,
bewegingen maken die nu goed voor je zijn. En dan mag je je ogen weer openen en terugkomen in je dagelijks bewustzijn. Nou, ik hoop oprecht dat jullie contact hebben gemaakt met een situatie uit je verleden waarin jij een fout hebt gedaan of iets wat minder handig hebt aangepakt. Maar dat je nu heel duidelijk hebt kunnen voelen en ervaren wat je daarvan hebt geleerd, hoe het je sterker heeft gemaakt en dat je dat mee naar je toekomst neemt. Het is een hele mooie oefening die ik ook wel in mijn jaartrainingen doe. En zo transformeer jij je eigen geschiedenis in plaats van dat je let op de moeilijkheden en op de fouten die je gemaakt hebt. Dat je juist dat ombuigt naar iets positiefs. Daarmee verhoog je je trillingsfrequentie en dan neem je jouw kracht mee naar de toekomst en je laat de gebeurtenis in je verleden. Nou, dankjewel allemaal. Dit was het voor vanavond. Vrijdag ben ik er weer. Ik heb ook wel een vraag aan jullie. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze avonden vinden. Ik doe natuurlijk een stukje vragen beantwoorden en een meditatie. Ik ben heel erg benieuwd of jullie die combinatie leuk vinden. Of dat je juist liever alleen zou willen mediteren. Of juist wat meer ruimte zou willen hebben voor vragen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe jullie deze avonden ervaren en wat het je ook brengt. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je dat in de chat zet en ook even laat weten of je de combi goed vindt. Of, of dat je juist het iets korter zou willen met alleen de vragen of alleen de meditatie. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie feedback. En dan kan ik daar ook weer wat mee voor een volgende keer. Dankjewel allemaal. Ik hoop dat jullie er vrijdag allemaal weer zijn. En ik hoop ook dat jullie dit willen delen met de mensen die je kent. Want ik vind het echt heel erg leuk om mensen te helpen om de volgende stap in hun leven te zetten. En ik hoop echt dat deze avonden daar aan bijdragen. Wil je van mediteren een gewoonte maken en persoonlijk en spiritueel groeien, dan heb ik ook een heel mooi meditatiejaarprogramma voor jou. Met 52 korte meditaties van 7 minuten om jou uit te nodigen, te inspireren en te motiveren om mediteren vol te houden. En om ook steeds sneller tot je eigen kern te komen. En elke meditatie heeft ook een verdiepingsles. Dus het is niet alleen een meditatie, maar je leert ook wat er belangrijk aan is. Zodat je ook je bewuste traint en je onbewuste train je dan met meditatie. Het is een heel uniek programma met meditaties, maar ook met verdiepingslessen. En je kunt dit meditatiejaarprogramma nu met 60% korting krijgen en je betaalt nu maar €75. Dus maak er gebruik van. En dan hoop ik dat ik jullie vrijdag weer zie. En dat jullie weer je vragen stellen. En genieten van de meditatie. Een hele fijne avond, een hele fijne week. En graag tot vrijdag.